Welkom bij weer een nieuwe video op ons YouTube kanaal. Mochten jullie nog niet geabonneerd zijn, doe het dan nu! Vandaag heb ik een ander soort video voor jullie. Ik ga namelijk een What's on my iPhone doen. Dus een wat staat er op mijn iPhone. Ik heb de iPhone 6 Plus. Dus dat is ondertussen wel een ietsje ouder model. Ik merk ook wel dat hem redelijk wat trager gaat als vroeger. En ik heb het gouden model. Ik ga proberen om het hoesje eraf te halen. Deze, dus goud met wit. En mijn hoesje is dit. Is wit met roosgoud. En dat is van de Bershka. Dat heb ik van Sam gekregen voor kerstmis. Ik vind het super mooi. Ik heb altijd een iPhone gehad. Heel vroeger had ik wel eens een BlackBerry, even. Maar ik vond het wel stom om daarmee te werken. Dus heb ik die terugverkocht en heb ik terug een iPhone gekocht. Ik ben zeer blij met mijn iPhone. Ik werk het liefst met iPhone. Ik ben geen Samsung of Android mens. Ik heb het echt het liefst iPhones. Ik denk wel dat ik nu misschien in april, als ik naar Amerika ga, de iPhone 8 Plus ga kopen. Ik was aan het twijfelen tussen de iPhone X, wou ik eigenlijk eerst kopen, maar als ik eerlijk mag zijn, vind ik de iPhone X qua uiterlijk niet zo mooi. Ik heb ook graag het grote formaat en oké, de iPhone X is van formaat bijna hetzelfde, omdat het scherm zo groot is als dit scherm. Maar toch, deze is nog altijd iets groter. Ik vind de iPhone X gewoon qua uiterlijk niet zo mooi en ik vind het niet leuk dat je die niet in het wit kunt kiezen. Want ik vind het zwarte eraan ook niet zo mooi en ik vind het niet leuk dat die geen homeknop heeft, want dat vind ik net ook mooi aan de iPhone. Oké, misschien de toekomstige iPhones gaan dat allemaal niet meer hebben. Maar ik denk toch dat ik gewoon voor de iPhone 8 Plus ga gaan. Het enige waarvoor ik het zou doen, zou de camera zijn en dat hem sneller werkt natuurlijk. Want deze gaat niet meer zo heel snel. Dus dat heeft de iPhone 8 ook allemaal. Dus dan zou ik die nemen en die is ook goedkoper. Let's get started. In mijn iPhone heb ik verschillende apps. Op de eerste pagina heb ik eigenlijk gewoon standaard. Van boven hebben we telefoon, dan agenda, klok, foto's, notities, FaceTime, instellingen, App Store, Viber. Viber gebruik ik vooral met mijn familie. Dat is zoiets als WhatsApp. Maar mijn familie heeft om een of andere reden Viber. Dus dat gebruiken we altijd met de familie. Dan hebben we weer Shazam. Shazam is om liedjes op te nemen. Als je een liedje hoort, dan kun je dat Shazamen en dan zegt dat welk liedje het is. Dan heb ik Waze. Waze is de app die ik gebruik voor GPS, als GPS eigenlijk. Die vind ik het handigste, omdat die ook altijd zegt waar snelheidscontroles zijn en zo. YouTube, Mail, Facebook, Messenger, Lightroom, want dat is de bewerkingsapp die ik het meeste gebruik. Lightroom is van Adobe, is eigenlijk van Photoshop, dus dat is al een iets ingewikkeldere app. Dan hebben we WooCommerce, of WooCom staat hier, dat is voor de webshop om te zien welke orders er zijn binnengekomen. Dan hebben we Safari en Spotify. Als jullie mij trouwens willen volgen op Spotify, dat gaat. Mijn profiel is Talisa Loop en dan kunnen jullie ook mijn lijsten volgen eigenlijk. Dan heb ik van onder mijn berichten, ik heb trouwens één bericht van Celine. Dan heb ik Instagram. Of course, Instagram of Instagram is mijn favoriete app op mijn gsm. Ook wel de app die ik het meeste open op mijn gsm, omdat dat mijn werk is. En ik zit heel vaak op Instagram gewoon. Hier is mijn profiel, mochten jullie mij willen volgen. @talisalo. Dan hebben we WhatsApp. Daar stuur ik het meeste mee met Sam en met al mijn andere vrienden. En dan van onder hebben we ook camera, omdat dat ook de app is die ik het meest gebruik. Van onder staat eigenlijk gewoon de vier dingen die ik het liefst bij de hand heb en die ik het meeste gebruik. Dan gaan we naar pagina nummer 2. Als jullie rare geluiden horen trouwens, Sheldon ligt hier naast mij en die is zijn eigen aan het wassen. Ik weet niet of jullie dat horen, maar dat klinkt heel gek.
Oké, dan pagina 2. Ik heb ook maar 2 pagina's eigenlijk. En daar heb ik in mapjes gewerkt. Als eerste hebben we inspo. En bij inspo heb ik Tumblr, WeHearted en Pinterest. Tumblr gebruik ik eerlijk gezegd niet meer zoveel. Vroeger wel heel veel. WeHearted gebruik ik wel soms om quotes op te zoeken. En leuke sfeerbeeldjes of ja, info. Allee, info niet echt. Inspiratie eigenlijk. Dan hebben we Pinterest. Daar gebruik ik het meeste voor interieurinspiratie. Of voor receptjes te zoeken. Daarnaast hebben we muziek. En daar staat gewoon de muziekdingen in. Die gebruik ik niet veel omdat ik Spotify heb. Daarnaast hebben we fotografie. En dat is denk ik wel een van mijn favoriete folders. Daar hebben we Splitpic. Daar kun je 2 foto's naast elkaar of onder elkaar of 3 of meerdere zetten. Dat gebruik ik eerlijk gezegd niet zo vaak. Heel soms gebruik ik dat, maar niet heel veel. Dan hebben we Afterlight. Afterlight gebruik ik gewoon soms voor ja, zo van die leaks op foto's te zetten. En van die lichtvlekken en zo van die toestanden. Dan hebben we Instax Share. En dat gebruik ik voor mijn Instax printertje om Polaroid fotootjes te printen van mijn gsm. Dan hebben we iMovie. iMovie gebruik ik heel soms om te editen of al een ruwe edit te maken. Als ik bijvoorbeeld op het vliegtuig of zo zit en ik wil dat op mijn gsm doen. Maar meestal edit ik met Final Cut Pro op mijn laptop. Dan hebben we Spark Post. En dat is ook weer van Adobe. Of van Adobe. Ik weet niet hoe dat je het uitspreekt. En daar kun je zo van die tekstjes mee maken. Van voor in je Instagram verhaal te zetten en zo. Dat dat zo beweegt en alles. Ik moet eerlijk zeggen, ik gebruik dat eigenlijk bijna nooit meer. Ik heb dan een tijdje gedaan voor Totally Too. Maar ja, ik gebruik het eigenlijk bijna nooit meer. Zo, hier kunnen jullie bijvoorbeeld iets zien. Als voorbeeld, dan heb ik bijvoorbeeld dit heb ik toen gemaakt. En ja, zo'n dingen kun je eigenlijk maken. En dat heb ik hier allemaal voor de shop gemaakt. Dan hebben we Canva. Canva is ongeveer ook zoiets. Daar kun je templates mee maken voor Instagram tekstjes. Of ik maak daar onze thumbnails voor YouTube mee. Als we met Totally Too een speciale actie hebben of zo, maak ik dat ermee. Hier kun je ook weer jouw ontwerpen zien. Wat hier bij Talisam Jan ziet je met onze templates van de vlogs. En oké, nu gaat hij laden, dus ik ga het afzetten. Maar daar kun je dus van alles mee maken, zoals die dingen. Dan heb ik Brilar. En Brilar is eigenlijk het effectje wat je vaak ziet op Instagram. Tegenwoordig is al een beetje voorbij, maar een tijd geleden was dat heel fel. Dat je zo in de kerstboom lichtjes hebt. En om die lichtjes zo extra bling bling te geven, dan kun je dat gebruiken. En dan komen daar zo sterretjes op. Dan heb ik Unum. Unum gebruik ik eigenlijk niet meer. Ik heb dan tijd gebruikt om mijn posts al klaar te zetten. En te zien als alles met elkaar samenpaste. Dan ziet dat er zo uit. Maar tegenwoordig gebruik ik dat eigenlijk niet meer. Maar het staat er nog. En dan heb je PS Express. En dat is Photoshop Express. Dat gebruik ik eigenlijk gewoon puur als ik heel snel iets wil photoshoppen. Bijvoorbeeld als ik een foto met Brilar heb bewerkt met zo dat sparkly effect, dan staat het logo van Brilar in de hoek onderaan en dan doe ik met Photoshop Express snel dat logo weg. Dat gaat heel gemakkelijk. Daarna hebben we een mapje en dat noemt random. Er staan ook echt de meest random dingen in. Als eerste heb ik Twitter. Ik gebruik eigenlijk nooit Twitter. Ik heb een Twitterpagina. Ik denk ook weer Talisa Loop gewoon of Talisa Lo. Maar ik gebruik echt geen Twitter. Twitter is niet zo mijn ding. Ik ben eerder zo iemand van de foto's dan van de tekstjes. En zeker zo korte tekstjes. Dan hebben we de Vikings app. En dat is voor een Mobile Vikings. Ik zit bij Mobile Vikings. Dus daar kan ik mijn belwaarde checken en hoeveel gig en zo ik heb gebruikt. Dan hebben we Google Translate. Voor als ik ooit iets moet vertalen. Dan heb ik Yelp. Yelp gebruik ik eigenlijk voor
Ja, als ik bijvoorbeeld in Antwerpen ben of zo, dan kunnen we zien wat er dicht is, dichtbij in de buurt is om te eten en wat goede recensies heeft. Dan takeaway. Takeaway gebruik ik eigenlijk enkel om Isaki te bestellen hier in Hasselt. Of ja, ik heb dat ook wel eens gebruikt in Antwerpen met mijn zus om McDonald's te bestellen. En dan komen ze dat eigenlijk leveren. Dan heb ik Uber, ik weet niet. Dat gebruiken Celine en ik vaak in Parijs of in Londen. Dat is een soort van taxi. Ja, daar kun je dan eentje bestellen. En dan zie je ook hoe ver die van je verwijderd is en zo. En je kunt via die app en zo betalen. Dat was super gemakkelijk. Dan heb ik ImoWeb. Dat mag eigenlijk weg. Dat ga ik ook ineens doen. Voilà. Als het wist. Maar alleszins, ImoWeb had ik daarop staan. Dan was ik aan het kijken om iets anders te huren of te kopen. En ik wist niet wat ik ging doen. Maar ondertussen heb ik Sam. En woon ik bij Sam, dus heb ik dat niet meer nodig. Dan heb ik Best Friends. Dat is een spelletje. Ik weet niet meer juist hoe dat werkt. Ik heb dat een hele tijd gespeeld, maar ik ben ermee gestopt. Dan heb ik Plok. Ook een spelletje met zo blokken die je moet samenzetten en dan aantikken en dan gaan die weg. Maar dat speel ik eigenlijk nooit. Ik speel dat enkel op het vliegtuig of zo. Als ik lang moet vliegen. Dan heb ik de VTM-app. Als ik iets wil kijken, een serie of zo, dan kan ik dat via mijn gsm kijken. Dan heb ik Emoji Blitz. Dat is eigenlijk zo'n Bejeweled spelletje. Dat je zo drie op een rij moet hebben met mannetjes en dan dat ook wegtikken. Maar dat heb ik ook al lang niet meer gespeeld. Maar ik zeg, als ik lange vluchten doe of zo, zoals binnenkort, dan speel ik dat. Dan heb ik Headspace. Headspace is een meditatie-app om 10 minuten per dag te mediteren. Deze gebruik ik wel soms. Ik denk toch 2 keer in de week, zeker. Om eventjes 10 minuten te mediteren. Ik vind dat persoonlijk heel rustgevend. Zoals jullie weten heb ik ook een angststoornis. En helpt mij dat wel even om al mijn gedachten op een rijtje te zetten. En mijn stress van mij af te zetten en terug positive thinking te hebben en al het negatieve te bannen, alleen te weg te smijten uit mijn leven en terug positief worden en even rust in mijn hoofd brengen. Dus ik vind dat wel een leuke app. Het is ook zo dat je de eerste 10 keren begeleid wordt heel goed op de app. Dat vind ik er ook heel leuk aan. Er is echt wel een stem die vertelt en het is niet zo'n zever. Allee, zever. Ik vind mediteren sowieso geen zever. Maar soms heb je zo van die apps en die vertellen dan zo echt zever dingen. Maar dit niet. Dus echt wel heel tof om te doen. Dus als jullie into mediteren zijn of spiritualiteit of zo, dan is dat wel een leuke app om eens te gebruiken. Ik vind het persoonlijk heel fijn om mezelf tot rust te brengen. En ook als ik zeer angstig ben, dan zet ik dat soms op. Oortjes in mijn oren en chill. Dan heb ik Tabata. Dat is eigenlijk gewoon een soort klok. Echt niks speciaal aan, maar zoals ik als heb gezegd in vorige video's, ik doe soms Tabata workouts in de fitness. En dat is eigenlijk 30 seconden volle bak gaan, 10 seconden rust, 30 seconden gaan en zo 10 minuten. En dan kan ik dat met de klok bijhouden. Maar op Spotify heb ik ook een Tabata workout lijst. En daar heb je de muziek en daar heb je ook iemand die praat en zegt van stop, go, dus dat is ook handig. Dan heb ik Booking.com. Booking.com gebruik ik ja, voor reisjes. Of als Celine en ik naar Disneyland gaan of ergens gaan. Of als ik met Sam naar Amsterdam of zo ga, dan boek ik dat meestal via daar. Daarnaast heb ik Deliveroo. En Deliveroo is ook weer zoiets als takeaway. En dat is ook eigenlijk gewoon eten, leveren aan huis. Maar daar heb je veel meer keuze. Dit gebruik ik wel enkel in Antwerpen, want in Limburg hebben we geen Deliveroo. Maar als ik op mijn zus haar kot blijf of ik ben bij mijn zusje in Antwerpen, dan gebruiken we dat. En dan als laatste in die map heb ik Just Dance Controller.
En zoals jullie weten speel ik, ik weet niet als jullie dat weten, maar ik heb er wel eens een video over gemaakt. Speel ik heel graag Just Dance op de PlayStation. En dit is een controller die je dan moet vasthouden. Dus die heb ik er ook op staan. Oké, daarnaast hebben we de map Financiën. Ik denk dat dat voor zijn eigen spreekt. Ik heb daar de Belfius app, PayPal app, BNP Paribas of ja, Fortis app en Payconic. Daarnaast heb ik Work. En Work is vooral voor Totally Too eigenlijk. Of voor YouTube ook wel. Daar heb ik paginabeheer voor mijn pagina's. Ik heb Talisam TV, Talisa Loop en Totally Too op Facebook. Dus die kan ik via daar beheren. Ik moet eerlijk zeggen, ik doe dat echt bijna nooit via de app, maar altijd via de computer. Daarnaast heb ik YouTube Studio om mijn YouTube te beheren en comments te beantwoorden. Daarnaast hebben we WeTransfer. Dat gebruik ik meestal om grotere bestanden door te sturen. Dan Dropbox. Dropbox gebruikte ik een tijd heel veel om alles in te zetten. Maar nu heb ik een harde schijf, dus ik gebruik dat niet meer zoveel. Dan hebben we Analytics. Dus dat zijn Google Analytics. Daar kan ik de statistieken zien van onze webshop, maar ook de statistieken van mijn YouTube. Daarnaast hebben we Bestanden. Dat is gewoon een app die op de iPhone komt. En dan van onder hebben we nog SumUp. En dat is eigenlijk voor betalingen te doen met een bankkaartkastje. Bijvoorbeeld, we hebben een tijd geleden een pop-up gedaan in Hasselt. En als mensen dan met de kaart willen betalen, kunnen die dat in dat kastje steken. En dan kan ik met de app op mijn gsm dat beheren. Daarnaast hebben we extras. En bij extras hebben we rekenmachine, contacten, gezondheid, iTunes Store, wallet, zoek iPhone en herinneringen. Dat zijn eigenlijk apps die ik nooit gebruik buiten rekenmachine. Maar dan doe ik zo de swipe up op mijn gsm om het rekenmachine te gebruiken. Maar ik ga nooit in de map extras. Daarnaast hebben we Google Maps. Dat gebruik ik niet heel veel. Want ik gebruik Waze, wat op mijn eerste pagina stond. Maar als ik ergens naartoe moet wandelen, dan gebruik ik wel Google Maps. Want met Waze kun je alleen maar auto kiezen en niet te voet. Dus dan gebruik ik Google Maps. Daaronder, dan van onder, de volgende rij, hebben we Camera Connect. Camera Connect van Canon. Ik kon mijn camera laten zien, maar ik ben erop aan het filmen. Kieken. Maar die camera heeft dus wifi en die kan ik verbinden aan mijn gsm direct rechtstreeks. Dus als ik foto's heb gemaakt, dan kan ik die direct op mijn gsm zetten en dat is super handig. Dan heb ik de McDonald's app, een van mijn nieuwste ontdekkingen. Spijtig dat ik dat nu pas heb ontdekt, dat je daar punten kunt op sparen. Ik wist dat echt helemaal niet. Ik heb nu 108 punten, zoals jullie kunnen zien. Maar super stom, anders had ik er sowieso al meer gehad. Maar ja, ik ben er nu aan begonnen. Ik kan al een koffie, een kleine friet of een cheeseburger kiezen. Dat is al iets. Daarnaast, echt heel tegenstrijdig, heb ik de Fitbit app. De Fitbit app wordt eigenlijk gekoppeld aan mijn Fitbit Ioniq. Dus dat, ik heb hem nu niet aan, maar dat trackt de calorieën die je verbruikt, die je hebt binnengekregen als je sport, hoeveel stappen je hebt gezet, je heartbeat, je hartslag, dat woord zocht ik. Dus dat kun je allemaal met de Fitbit app zien. Ik denk dat die momenteel ook niet verbonden is, dus ik ga hem niet openen. En daarnaast heb ik Facetune 2. Vroeger had ik altijd de gewone Facetune, maar met Facetune 2 of 2 kun je veel meer. Daar bewerk ik soms foto's mee als ik de achtergrond witter wil maken en zo. Maar als jullie eens willen dat ik een video doe over hoe ik mijn foto's bewerk, laat het dan in de comments weten en doe dan thumbs up. Dan weet ik dat jullie dat willen en dan weet ik dat ik zo'n videootje op ga maken. Dan heb ik VS SEO. Daar bewerk ik ook soms foto's in. Weer ook met filtertjes vooral bij VS SEO Cam. En vooral dan voor Totally Too Instagram pagina, want die beheer ik ook. En voor Talisam TV. Dus hier zie je mijn laatste bewerkte foto's. Dan zijn we al aan de laatste app gekomen. Eigenlijk heb ik precies niet zoveel apps op mijn gsm. Ik weet het niet. Maar dan dus de laatste app en dat is Cleaner. Dat is een app voor Instagram, waar dat ik soms ghost followers mee wis.
Ja, dat is een speciaal systeem. Als jullie willen, kan ik dat ook eens uitleggen. Maar alleszins om de engagement, dus de interactie, goed te houden. Op mijn, vooral op Talisam TV gebruik ik dat, omdat dat al een oud profiel is. Wis ik de profielen zonder profiel, foto of inactieve profielen. Dus ja, een soort van ghost followers, dus robotjes die eigenlijk niet actief zijn. En die kun je daar dan op wissen. Maar als jullie daar ook weer eens meer over willen weten, dan kan ik dat wel vertellen in een andere video. Maar sommigen gaan dat misschien saai vinden. Dus ik ga dat niet in deze video doen. Ja, dat was het. Dat was het voor mijn iPhone. Ik hoop dat jullie dit leuk vonden. Ik weet niet of ik heel veel apps heb op mijn iPhone. Ik vind zelf dat ik best veel apps heb. Misschien is dat totaal niet. Ik weet niet, laat mij weten als jullie meer apps hebben. Maar het zijn wel echt allemaal dingen die ik wel vaker gebruik. Behalve zo spelletjes of zo. En ja, voor de rest heb ik ook wel handige apps. Voor het werk en financiën en zo van die dingen. Mijn favoriete app is echt wel Instagram, of course. En dan om te bewerken Lightroom en de McDonald's app. Ik denk dat dat mijn drie favoriete apps zijn. Ja, als jullie nog apps hebben die jullie zeggen van dit is echt een leuke app. Deze app moet je proberen of deze app moet je installeren. Laat het mij weten in de comments. Ik ben heel benieuwd en ik vind het altijd wel leuk om nieuwe apps uit te testen. Hopelijk vonden jullie dit een leuke video. Het was dus iets anders. Doe zeker thumbs up als jullie het leuk vonden of twee vingers in de neus. Laat ook zeker een leuke comment na, want wij lezen dat altijd. Veel groetjes ook van Sam trouwens, die aan het werken is. Maar ik ben er zeker van dat hem de groetjes doet. En wij zien jullie dan morgen voor weer een nieuwe vlog. Tot morgen!